Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Geen wijziging in COVID-19 maatregelen. President Santokki brengt werkbezoek aan Nederland. Telesuur overhandigt 2 landen simkaarten aan regering. Presentatieorganisatiestructuur Diaspora Instituut Suriname aan president Santokki. Regering voert overleg met vakbeweging voor sociaal akkoord en blijf de Mohana-regels volgen. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft op een 31 augustus gehouden persconferentie benadrukt dat de COVID-19 situatie in ons land nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Hierbij zijn de epidemiologische ontwikkelingen en de inspanningen die er vanuit het ministerie van Volksgezondheid gepleegd worden om de vaccinatiebereidheid te bevorderen breedvoerig onderstreept. Voor nu achten de autoriteiten het nog niet nodig om een wijziging te brengen in de COVID-19 maatregelen. Vanwege de coronasituatie zullen er 3 campagnes geïntensiveerd moeten worden. Het betreft de Mohana en de vaccinatiecampagne met inzet van de jeugdambassadeurs. En de campagne handhaving op alert handelen en beboeting. De samenleving heeft in de vierde golf nu dat beleid in handen, om het zo te noemen. De verantwoordelijkheid ligt bij de samenleving. U bepaalt in welke richting het gaat. De politie kan ook niet voor alles verantwoordelijk gesteld worden. Zo, precies zo onze doktoren ook niet. Als er levens verloren gaan, betekent dat, dat wil zeggen dat de natuur ook een bijdrage daarin heeft. We doen alles wat we doen wat we kunnen om de samenleving te beschermen. De overheid heeft dus de randvoorwaarden in place. Belangrijk is die preventie, wil ik nogmaals benadrukken. Als u zich niet goed voelt of ziek bent, ga niet op straat. Blijf thuis, maak contact met je arts. Ga je zo snel mogelijk informeren waar je kan swabben. We hebben de websites, zijn bekend, onthoud u deze websites. www.bogsuriname.com en ook Libilanga, dus laatjevaccineren.sr. Swabposten, alles wordt bekendgemaakt. Ook NCT Suriname, Nationaal Coördinatieteam Suriname, heeft een Facebookpage waarop CDS, waarop alle schema's van swabben en vaccinatieposten worden bekendgemaakt. Dus voelt u zich niet goed, de symptomen zijn bekend, blijf thuis, zoek contact met je arts. En ik weet het, iedereen heeft een werk, heeft een verantwoordelijkheid, maar als je niet goed voelt, blijf echt thuis. En laat je zo snel mogelijk swabben. En voor de mensen die nog twijfelen, de cijfers zijn overduidelijk, Goteka Spoiti, dat alleen kan op dit moment je helpen om buiten de schutting, buiten het terrein van het ziekenhuis te blijven, omdat is de overduidelijk geweest. President Chandrika Prasad Santokki brengt aan het hoofd van een regeringsdelegatie van 5 tot en met 12 september 2021 een werkbezoek aan Nederland. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft tijdens een op dinsdag 31 augustus gehouden persconferentie aangegeven dat het formeel bezoek aan het Koninkrijk der Nederlanden gepland is op 8 tot en met 9 september. Op 10 en 11 september is er een speciaal programma ingedeeld om samen met de Surinaamse diaspora in Nederland van gedachten te wisselen over verschillende maatschappelijke vraagstukken. U hoort minister Albert Ramdin hierover. De president reist met een functionele delegatie met 4 ministers naast mijzelf. Minister van Financiën en Planning, minister Chaiber Singh. Minister van Justitie en Politie,
Minister Kenneth Amoxi, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de heer Permanent Seudin, die inmiddels daar is, eerder is afgereisd, en de heer Amar Ramadin, minister van Volksgezondheid. Minister van Financiën en Planning zal ontmoetingen hebben met functionarissen en zijn collega van Financiën in Nederland, met name op het stuk van de samenwerking tussen de beide ministeries, zeker voor wat betreft de Belastingdienst, maar ook een aantal andere zaken, rakende bijvoorbeeld de kwestie van IMF en de ontwikkelingsfinanciering in het algemeen. De minister van Justitie en Politie heeft een hele lange lijst van zaken die hij zal willen bespreken of zal bespreken met zijn collega. Zijn directe collega, de heer Grapperhaus, zal er waarschijnlijk niet zijn, maar wordt vervangen door minister Dekker. En minister Amoxi zal dus die bilaterale gesprek ook aangaan. Minister Seudin is op dit moment reeds bezig met werkafspraken met zijn collega en officials van het ministerie van Landbouw in Nederland en Veeteelt en Visserij. Minister Ramadin heeft ook een programma met zijn collega Mark de Jonge van Volksgezondheid en die zal eigenlijk de samenwerking die daar iets is tussen de beide landen op het stuk van Volksgezondheid voortzetten, zeker voor wat betreft COVID-19, maar uitbreiden voor wat betreft een aantal andere zaken. Dat is de delegatie. Ik zal gesprekken hebben met collega Kaag en meneer De Bruyne, die minister is van Internationale Handel, omtrent de lopende zaken voor wat betreft de relatie tussen de beide landen. President Santokki, als ik daarop even mag focussen, zal op 8 september op audiëntie zijn bij de koning van Nederland, Willem-Alexander. En dan zal er daarna een 1-op-1 gesprek zijn, een tête-à-tête met de minister-president Rutte. En daarna zal er een werkbespreking zijn, een werklunch, welke wordt aangeboden door de minister-president Rutte. Waarbij alle ministers zullen aanzitten en specifieke onderwerpen die zijn besproken over de afgelopen maanden, maar ook tijdens dit bezoek, aan de orde zullen komen. Er zal een ontvangst zijn diezelfde avond door de burgemeester van Den Haag. Vanwege de COVID-maatregelen die gevolgd moeten worden, zullen al deze bijeenkomsten in iets wat kleiner verband moeten plaatsvinden. Op donderdag 9 september is er een ontvangst van de Eerste en de Tweede Kamer door de beide voorzitters, waarna de president toespraak zal houden in aanwezigheid van de leden van de beide kamers en in aanwezigheid van de Surinaamse delegatie. Daarna vertrekt hij voor vroege middag naar Rotterdam voor een bezoek aan de haven van Rotterdam en een ontmoeting met de burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Diezelfde avond, rond 6 uur, zal er een Surinaams-Nederlands business forum plaatsvinden met Surinaamse en Nederlandse ondernemingen. Wordt gecoördineerd door de Nederlandse overheid, waarna er een business forum dinner zal zijn met een kleinere groep van Surinaamse ondernemers. Dat is het programma voor donderdag 9 september. En op vrijdag 10 september vinden er 2 bezoeken plaats. De eerste is aan Schiphol Airport, waarbij niet alleen Schiphol Airport, maar ook de luchthaven in Rotterdam bij betrokken is. Daar zal gesproken worden over luchthaveninfrastructuur, ondersteuning bij onze luchtvaartfaciliteiten, het vernieuwen en moderniseren van onze haven, luchthaven hier. En de mogelijkheden met betrekking tot ondersteuning van vliegveld Nikkeri, de technische assistentie en uiteindelijk een werkbezoek van Schiphol Airport aan Suriname.
Het telecommunicatiebedrijf Suriname TeleSUR heeft op dinsdag 31 augustus 2021 15 tweelanden simkaarten overhandigd aan de regering. Dit geschiedde in het kader van de aanstaande dienstreis van president Chandrika Persat Santokhi en enkele ministers naar Nederland. Het gaat om het mobiel bellen en internetten waarvoor er een lokaal tarief ingerekend wordt. Het beleid van deze regering is gericht op kostenbesparing. In dat kader zijn de simkaarten ter beschikking gesteld aan de delegatie. Een team van deskundigen onder leiding van professor Henry Ory is belast met het opzetten van het Diaspora Instituut Suriname, DIS. Met dit instituut wordt beoogd inhoud te geven aan het diaspora-beleid zoals beloofd door regering Santokhi-Brunswijk. In het kader van het werkbezoek van president Santokhi aan Nederland van 5 tot en met 12 september heeft het DIS-team op maandag 30 augustus een presentatie gehouden om het staatshoofd de stand van zaken te geven over processen die verband houden met de opzet van de organisatiestructuur van het Diaspora Instituut Suriname. Kijkt u mee met ons. De president heeft een jaar geleden ongeveer de opdracht gegeven tot het operationaliseren maken van het Diaspora Instituut Suriname. En we hebben nu eindelijk wat meer werk verzet, een beleidskader gemaakt, we hebben een organogram, we hebben ook de mensen, de werving gedaan. De verschillende functies, een front office, een back office. De front office heeft de bedoeling om vooral de registraties te doen en vooral de intakegesprekken te doen vanuit Nederland, maar ook vanuit Suriname. We hebben dan een back office met trekbegeleiding waar heel veel projecten, individuele verzoeken worden opgepakt. En verder in het dossier, ze worden gezet, daarbij zijn verschillende ministeries betrokken en NGO's, organisaties waarbij we zogenaamd focal points, waarbij we zeggen dat we dus praten met wat willen ministeries zelf, het is vraag en aanbod. Vooral belangrijk is dat we proberen te trainen dat ministeries in staat zijn hun eigen behoeften, of het nou kadervraagstukken is, of het beleidontwikkeling, kennis is, netwerken, financiën, een heleboel soorten type vragen heb je. En wij willen zo goed mogelijk die vragen binnensluizen. Aan de andere kant zijn er vanuit de diaspora enorm veel mensen, Surinamers met hart op de juiste plaats, die iets willen betekenen voor Suriname. Wij proberen iemand wil iets geven, een container met schoolbenodigdheden tot en met bejaardencentrum, iets schenken. Dus die twee vragen hebben we ook constant. Wij hopen natuurlijk dat vanuit onze ministeries en parastatale instellingen en vooral semi-overheid meer vragen komen om een stukje beleid te gaan ontwikkelen. Een stukje deskundigheid hier te krijgen waarbij we mixen met kennis uit de diaspora, maar ook niet-diaspora mensen, die we hier voor korte of langere tijd kunnen, laten we zeggen, accommoderen om mee te denken met het proces, verfrissend. Niet elkaar te concurreren, maar samen met ons nieuwe ideeën te ontwerken om oplossingen voor talrijke maatschappelijke processen, maar ook in die sectoren waar dingen moeten gaan gebeuren. En dat is nu het werk van DIS. We zijn nu ver dat we nu de president hebben kunnen presenteren hoe zijn organogram eruit ziet. En hij is toegestaan dat we nu een staatsbesluit gaan maken voor hem op hoofdlijnen. Om straks dus ook te tekenen waarbij het bestaansrecht van het Diaspora Instituut Suriname vastgelegd wordt. Als ze zijn een instituut binnen het ministerie van BIBUS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. Daarmee gaat hij straks ook naar Nederland op zijn werkbezoek. En hij gaat daar ook installeren de zusterorganisatie Diaspora Instituut Nederland. Omdat we twee platforms hebben. En dat betekent dat we ook een samenwerking hebben beklonken tussen DIS en DIN. Dat klinkt op een mooie mop. En wij gaan dus nu proberen dat die twee instituten goed met elkaar kunnen werken. En het gaat om één belang. Dat is het belang van Suriname. MUZIEK
President Chandrika Prasad Santokhi heeft samen met het clusterteam van ministers onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden in Suriname. De ontmoeting vond plaats op maandag 30 augustus 2021 op het kabinet van de president, naar aanleiding van het schrijven van de gezamenlijke vakbonden. In deze meeting heeft de regering samen met de vakbonden afstemming gepleegd over maatregelen die getroffen moeten worden om verlichting te brengen in de economische situatie van het land en om een tripartiet overlegorgaan in het leven te roepen. In dit platform wil de regering samen met het bedrijfsleven en de vakbeweging structureel samenwerken aan plannen om een akkoord te bereiken over de noodzakelijke maatregelen die getroffen dienen te worden op weg naar een volledige herstel van de economie. Wij voeren nu terug naar het overleg met de vakbeweging. Vandaag is het doeleinde geweest om twee dingen goed af te stemmen. Eén is wat voor maatregelen zal de regering treffen tussentijds, terwijl we op weg zijn naar definitieve oplossingen. Om een beetje verlichting te brengen in de omstandigheden in termen van koopkracht. Dus wij zullen aanstaande zaterdag, als het goed is, praten met de vakbeweging en de delegatie om te praten over de specifieke concrete maatregelen die in september moeten ingaan. Dat zal allemaal leiden tot hopelijk een beetje verlichting. Het zal niet misschien alles zijn, we moeten dit op een gefaseerde manier doen. En twee is dat we dus bezig zijn om een orgaan, het tripartiet overlegorgaan, in het leven weer te roepen. En dat te zien als een platform waarbij met het bedrijfsleven, met de vakbeweging en de overheid samen wordt gewerkt aan plannen om zeg maar, een akkoord te hebben, overeenstemming te hebben over de maatregelen die noodzakelijk zijn op weg naar volledig herstel. En dat is noodzakelijk omdat we, zoals ik dat vaker aangeef, leven in hetzelfde land. We zijn in hetzelfde bootje, om het zo te zeggen. Dus wij moeten gewoon samenwerken. Samenwerken om ervoor te zorgen dat we een gezonde economie hebben. Iedereen moet daarbij inleveren, iedereen heeft het moeilijk. Ook de overheidszijde, ook bedrijfsleven. Maar ik denk dat we elkaar goed moeten begrijpen. We hebben een overleg gehad en er zijn een aantal concrete zaken naar voren gekomen. Een van de belangrijkste zaken is dus dat wij zaterdag om 9 uur gaan praten over een aantal concrete zaken. Met name een steunmaatregel als koopkrachtversterking. Die dan berekend wordt door de minister van Financiën. En dan gaan wij onze opinie daarover geven om nog begin september nog om dat gerealiseerd te krijgen. De wens is compensatie, gefaseerde compensatie voor het verlies aan koopkracht door de hoge inflatie. Een andere zaak is natuurlijk om de inflatie te vermijden en het belastingssysteem dus aan te passen, te moderniseren, waardoor de mensen netto meer overhouden. COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de Surinaamse gemeenschap. Vooral in deze bijzondere vakantieperiode wordt een ieder getroffen door maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te bewaren. Middels het introduceren van een acroniem MOHANA, wat staat voor mondkapje op, handen reinigen, afstand houden, wordt de gemeenschap op een herkenbare manier steeds herinnerd aan de persoonlijke stappen die men kan ondernemen om de kans op een COVID-19 besmetting te verkleinen. Als ieder zich aan de MOHANA-maatregelen houdt, kunnen wij als land terug naar een normale situatie. Blijf de MOHANA-regels in acht houden en bescherm elkaar tegen COVID-19. En kijkers, dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en wens u een prettige kijkavond verder. Goedenavond.